de 70er jaren spraken we over piraten. En die zaten op zee of op zolder, her en der. Ik herinner me die tijd nog Veronica, Caroline, Mi Amigo. En dan weet ik nog heel goed, had ik een transistorradiootje had ik gekregen met één oortelefoontje. En dan lag ik zaterdagnacht op bed stiekem onder de dekens te luisteren naar het programma Help, er zit een olifant in de tram van Veronica. Het waren hele mooie tijden toen de radio's nog vaak piraten waren. 70 jaar natuurlijk ook radiopiraterij in Steenbergen en er waren er echt wel veel. En je maakte een zendertje, je bouwde het zelf of je kocht het. Maar het waren zoveel zenders, die zaten elkaar allemaal in de ether, in de weg. Dus het gaf natuurlijk ontzettend veel storingen. En op die zolderkamertjes, ja, daar is de meest bekende piraat van die tijd geboren of getogen, hoe je het noemt. En dat was onze Tom Peters, die nog steeds aan Slos verbonden is. En die had een eigen professionele studio thuis. En die had zelfs ook een fanclub. Ja, dat was eigenlijk het slaapkamertje van mijn zus. En onze moeder bracht het dus zover dat mijn zus de zolder op kon. En ik mocht gebruik maken van het kleine kamertje. En dat werd mijn studio. Toontje Stijfsel is de piraat die eigenlijk illegaal zijn zendertje de lucht inbracht. En om een pseudonaam te bedenken, mocht je niet Tom Peters heten, maar was het een pseudonaam. Een schuilnaam en ja, dat was eigenlijk Toontje Stijfsel geworden. Een stentor noemden ze dat, zo'n dingetje van 5 watt. Dat was een zendertje en dat deed dan met een draadje aan de gordijnrails. En dan was je al aan het uitzenden, zeg maar. En sommigen met sterkere zenders, die kwamen zelfs tot in Groningen zover. Maar gaandeweg is toch de behoefte gegroeid voor een lokale radioomroep. Hier in Steenbergen. Ja, en in 1981 kwam Radio Stad Steenbergen in de ether voor het eerst. Nog steeds illegaal helaas, maar dat was niet anders. En toen, in die tijd, zullen veel mensen zich nog wel herinneren, werd er toch regelmatig her en der werd apparatuur in beslag genomen. Met Tom Peters. La 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 la, klavertje van 4. La 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 la, doe me een plezier. O klavertje van 4. Doe mij toch een plezier en breng me toch de man waar ik van houden kan. O klavertje van 4, doe mij toch een plezier en breng me alsjeblieft. Radio Stad was eigenlijk zeer actief in het verwerven van een bepaalde status, legalisering. In de samenleving werd gezocht naar diverse groeperingen die meegingen denken over ja, de oprichting van een officiële radiozender, lokale omroep. Er werd contact gezocht met toenmalige Slot. Dat was de lokale omroep van Dinteloord. Maar ook de voorloper van OLON. Dus de landelijke organisatie voor lokale omroepen. Dat alles heeft ertoe geleid dat in 1987, het is geen mop, 1 april in 1987, Klaver 4 een feit was. In 1983 raakte ik betrokken bij de ontwikkelingen rondom een lokale omroep. En dat was eigenlijk in 1982 al ontstaan door andere mensen, maar er was een oproep. En toen heb ik me daarbij aangesloten. Dus dat was een oproep aan radiomakers. Iemand die zelf televisie deed en ik had een beetje computerachtergrond. Dus ik dacht van, nou, daar kan ik ook wel wat betekenen. Ik herinner me nog een paar hoogtepunten natuurlijk uit de periode dat we in Dinteloord radio en televisie deden. Vooral televisie was toch een nieuw medium in de jaren 80. We hebben een keer een telebingo georganiseerd vanuit een café met hele lange kabels naar de studio die in de buurt van het gemeentehuis was.
die gesaboteerd werden. Hetzelfde gold voor een uitzending van uit de Rooms-Katholieke Kerk. Ik geloof dat we 200 meter kabel hadden uitgerold. En ook dat werd gesaboteerd. Dus dat soort hoogtepunten was wel bijzonder. Klaver 4 zond uit op de donderdagen en de zondagen. Maar al heel snel was het noodzakelijk dat die uren uitgebreid werden. Het was immens populair. Wat ook opvallend was, is dat van piraterij toch en plaatjesdruis toch verliefd overgaat naar ook informatievoorziening. Ja, daar zaten de inwoners op te wachten van Steenbergen. De omroep was gehuisvest op diverse locaties. De meest bekende is die achter mij, de Witte Villa, in de Blauwstraat, Kleine Kerkstraat en tegenwoordig is men gehuisvestigd in de Ruiterstallen. Enkele maanden geleden was het dan zover. Ik kon verhuisd worden vanuit de prachtige Witte Villa aan de Kuistraat nummer 2. Na enkele panden bezocht te hebben werd uiteindelijk toch gekozen voor het pand aan de Ruiterstallen 2A. Deze locatie was natuurlijk niet gelijk geschikt om van daaruit uit te kunnen zenden. Er moest er een hoop aan gebeuren. Allereerst moest er sloopwerk verricht worden om de nieuwe ramen en deuren te kunnen plaatsen. Kruiwagens vol met vuil werden afgevoerd. Veel bedrijven in de gemeente Steenbergen werden bezocht om te kijken of deze bereid waren onze lokale omroep te steunen op het gebied van bouwmaterialen. Er moest namelijk heel wat aangeschaft worden. We zeiden het net al, nieuwe ramen en deuren en wat dacht je van nieuwe tegels die gelegd moesten worden. En daarnaast natuurlijk ook nog een nieuw plafonnetje en ook nog hele mooie nieuwe wanden. Vele handen maken licht werk, zo luidt het spreekwoord. Dat gold in ieder geval voor dit grootste karwei. Medewerkers van zowel de radio als de televisie waren regelmatig te vinden om de nieuwe locatie op de studio zo snel mogelijk af te krijgen. Er moesten verschillende vertrekken gerealiseerd worden. Ten eerste natuurlijk de nieuwe presentatie- en techniekruimte van Stadsradio Steenbergen. Daarnaast een grote ruimte die voor verschillende doeleinden gebruikt kon worden. Namelijk als vergaderruimte en als televisiestudio waar de programma's van StadsTV Steenbergen opgenomen kunnen worden. Naast deze twee studioruimtes moest er natuurlijk ook nog een regieruimte komen. En verder zijn er natuurlijk nog de gebruikelijke dingen. Zoals een keukentje, een aparte techniekruimte en een opslagruimte. Niet alleen de verbouwing was een heel karwei, ook de eigenlijke verhuizing van de lokale omroep ging niet in onze koude kleren zitten. Dit kon natuurlijk pas plaatsvinden wanneer het pand aan de Ruiterstallen 2A voor het grootste gedeelte klaar was. In de Witte Villa zaten we op de eerste etage en voor een verhuizing is dat natuurlijk niet de gemakkelijkste plaats om te zitten. Al de apparatuur die moest zorgvuldig worden ingepakt en van boven naar beneden gesjouwd worden. Je moet dan denken aan de cd-spelers, de minidisc-spelers, enkele mengpanelen en talloze platen en cd's. Verder heb je dan nog de gebruikelijke meubilair, wat wij weer voor een gedeelte weer in de nieuwe studio konden gebruiken. We zijn benieuwd wat deze studio, Studio 4 genaamd, ons gaat brengen. Wel is ons duidelijk geworden dat de verhuizing van een villa naar een stal niet negatief hoeft te zijn. Het is zelfs een vooruitgang. Want ja, de mogelijkheden om televisie te maken is geschapen. En ook de radio, die blijft actief als één van de snelst groeiende media in de regio. Ja, gaandeweg groeide er toch een wens omhoog, ja, televisie te kunnen maken. Ja, en de omroep van Dintelo, het slot, ja, die waren er al ervaren mee. Dat had ook alles te maken met de komst van ja, de kabel en zo. Dat maakte dingen wel makkelijker. In 1993 was er een ja, zeg maar proefuitzending en dat ging dan over het 33-jarig bestaan van Stichting Carnaval Steenbergen, 3x11. Goedemiddag. Namens Stadsgroep Klaver 4 heet ik u hartelijk welkom bij deze eenmalige en speciale televisieuitzending. Goedemiddag, ook namens de Stichting Lokale Omroep Dinteloord heet ik u van harte welkom. Vanmiddag is het eindelijk zover voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen die op het kabelnet zijn aangesloten. De eerste televisieuitzending. Voordat we hiertoe overgaan, wil ik wij u in het kort de voorgeschiedenis vertellen. Een paar maanden geleden werd tussen Stadsomroep Klaver 4 in Steenbergen en de Stichting Lokale Omroep in Dinteloord een intentieverklaring getekend waarin beide omroepen besloten op allerlei gebied te gaan samenwerken. Toen de twee omroepen de ondertekening hadden beklonken, werd geopperd om een stuntje uit te halen. Een eenmalige televisieuitzending om vooral de inwoners van Steenbergen met het nieuwe medium op lokaal gebied te laten kennismaken. In 1997, toen was de gemeentelijke herindeling, toen werden al die gemeentes samengevoegd
tot Groot Steenbergen. En dat is het moment dat de omroep van Dinteloord en van Steenbergen bij elkaar komen en opgaan in Slos. En dat is de omroep zoals wij die nog steeds kennen, heden ten dagen. In 1997 werd Dinteloord samengevoegd met andere kernen tot de nieuwe gemeente Dinteloord, Steenbergen. En in één gemeente mag je maar één lokale omroep hebben. Dus ja, toen betekende dat de twee lokale omroepen in Dinteloord en in Steenbergen, daar had je Stadsomroep Klaver 4, dat die samen moesten gaan. Dus daar heb ik me voor ingezet om tot een fusie te komen. Dan heb ik nu de vraag of u dan officieel voor de televisie en radio onze studio wil openen middels deze kabels. Ja, dat wil ik graag doen. Ik doe het op symbolische wijze. Blauwstraat, Kleine Kerkstraat, Kaaistraat. Dit is de opening van Studio 4. Aangeven dat de kabelaansluiting in Steenbergen zover is gerealiseerd dat lokale televisie mogelijk is. Dank u wel. Slos TV is altijd in het weekend te bekijken, elke zondag vanaf 1 uur. He, er komt een mail binnen bijvoorbeeld van willen jullie dit of dat komen filmen? En dan ga je contact opnemen, je gaat naar het evenement, dan kom je terug, dan is het inladen, monteren. En ja, je bent al gauw voor 1 minuut TV een uur bezig. En we proberen zoveel mogelijk activiteiten te filmen en zo divers mogelijk. Dus eigenlijk alles wat binnenkomt wordt bekeken of we daar de vrijwilligers voor hebben. En we proberen ook een beetje rekening mee te houden dat we in alle kernen komen. Dus niet alleen Steenbergen, maar ook natuurlijk Welberg, Dinteloord, De Heen, Nieuw-Vosmeer, Kruisland. We proberen alle activiteiten overal zoveel mogelijk te filmen. Krijgen wij veel reacties van de kijkers? Dat is een zeer goede vraag, want loop je in de stad, dan word je diverse malen wel aangesproken over een programma. Ook Peters een programma wordt nogal eens aangehaald thuis in Steenbergen. Maar toch zeker ook als we ergens geweest zijn met een heel groot evenement, ja, dan krijgen we wel veel reacties. Ja. Jongens en meisjes, allemaal van harte welkom weer bij een uitzending van Zondag Slotdag. En u treft het, want we nemen nu nog even gauw mee op de valreep de laatste 2 uurtjes van de braderie in Steenbergen. Welkom bij wat alweer de laatste aflevering zal zijn van Koken met Jo, de voorlopig laatste dan. Jo, we zijn er. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag een frambozentaart maken. Die is iets voor Moederdag of voor Valentijnsdag. Kijk, en dan doen we hem netjes. Ja? Nou, kijk aan. Maar je snapt natuurlijk wel dat dat binnen 5 minuten niet goed is, hè? Nee, dat had ik al een vermoeden van eigenlijk. Maar ik ken jou ondertussen nou een beetje natuurlijk, want dus we hebben al meer zitten smokkelen. Dus zullen we eerlijk toegeven. De Piraten van Waleer zijn medewerkers geworden. Medewerkers van alle markten thuis. Ja, en de variëteit in programma's is inmiddels erg groot. Het is niet alleen popmuziek, maar er is ook informatievoorziening volop. Politiek, we kennen programma's klassieke muziek, jazz, hardrock, voor ieder wat wils. Tot aan live uitzendingen vanuit de kerken toe. Ja, klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik doe bij de Slos waar mijn interesse ligt. Dat is klassieke muziek en ook kunst erbij. En dat is voor mij zoiets wat bij mij hoort en waar ik zoveel en graag mee bezig ben. En dat ik dat nu voor de Slots mag doen, ja, dat voelt voor mij eigenlijk gewoon. Maar het zal misschien voor de luisteraars een beetje apart of nieuw zijn. Zo heb je natuurlijk bij de luisteraars ook allerlei categorieën. Mensen die van hardrock houden, maar ook van klassiek. En je hebt jazzliefhebbers en noem maar op. Nou, mijn afdeling is klassieke muziek en kunst erbij. Er wordt ook ijverig samengewerkt met andere omroepen in de regio. Zoals bijvoorbeeld Ros uit Rutven.
Ja, wij werken zeker samen met andere omroepen. De meeste in het oog springende op dit moment is die met de collega's van Radio Rukven. Die samenwerking die loopt nu al enkele jaren, die loopt heel goed. Daarnaast is er ook tussen de twee omroepen een uitwisseling in programma's. Dus programma's die bij ons te horen zijn, zijn vaak ook in Rukven te horen en andersom. Dus ja, en ook niet alleen op het gebied van omroepen wordt er natuurlijk samengewerkt. Maar er wordt bijvoorbeeld ook samengewerkt met maatschappelijke organisaties. Denk aan bijvoorbeeld kerken of de gemeente. Dus dat zijn allemaal samenwerkingsverbanden die er zeker staan en die we zeker ook blijven behouden. Ja, vrijwel alle lokale omroepen zijn aangesloten bij de OLOM. En dat is een instantie die dus omroepen, lokale omroepen, faciliteert. En die biedt van alles aan, ondersteuning, maar ook diverse opleidingen. En een x-aantal mensen van SLOS volgen ook een opleiding bij de OLOM. Verder kun je bij SLOS ook het filmen leren, het monteren, het plakken van materialen. Ja, we kennen zo 280 lokale omroepen. 500 mensen zijn daarbij betaald, maar het aantal vrijwilligers is veel groter. Dat zijn er maar liefst 20.000. En 280 omroepen zijn goed voor 45.000 uur radio en 5.000 uur televisie maken. Ja, de nostalgie van het zolderkamertje met zendapparatuur gekocht of zelf gemaakt is verleden tijd. En tegenwoordig wordt er gewerkt vanuit professioneel ingerichte studio's. SLOS is op vele frequenties te ontvangen en ze verschijnen hieronder in beeld. En natuurlijk wereldwijd te ontvangen, digitaal. Ja, wie denkt thuis nu van, oh, dat lijkt me ook leuk om een paar uurtjes in te investeren. Om mee op pad te gaan met een camera of monteren. Of ja, je bent van harte welkom bij SLOS. Ja, mijn drijfveer is al 35 jaar omdat ik het leuk vind om bij dit soort dingen betrokken te zijn. Om de mensen te kunnen vermaken, te kunnen informeren. En vooral soms een soort spiegel voor te houden. Dus ik blijf dat nog steeds doen. Wij kunnen ons echt focussen op de lokale evenementen, de lokale gebeurtenissen, de lokale mensen. Dus dat hebben wij als SLOS te bieden aan de Steenbergse gemeenschap. Wij focussen ons echt op de gemeente Steenbergen, alle kernen van de gemeente. Dus of dat nou Dinteloord is of Kruisland of De Heen of De Welberg of Nieuw-Vossenmeer. Dat maakt in principe niet uit. We zijn overal, we kunnen overal naartoe en we zullen ook overal ons licht blijven opsteken. En het allerbelangrijkste is, ja, we zijn er voor iedereen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we vanuit de gedachte van de verrijzenis maar samen gaan zingen het paaslied, het opstandingslied. U zij beproken. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie. Nou, wij waren vandaag met SLOS, zoals u hebt kunnen zien, op de Rooms-Katholieke Begraafplaats, op de Nassalaan. U was getuige van de inwijding eigenlijk van de nieuwe kapel.